De voorzitter van de Bond van Leraren, Reshma Mangre, heeft vanmorgen aangekondigd dat de BVL in actie gaat. Dit zei ze op een persconferentie na een spoedvergadering met de docenten van Lyceum 1 en 2 en HAVO 2. De BVL is het niet eens met het besluit van het ministerie van Onderwijs om de scholen te laten leiden door een managementteam. Mangri zegt dat de onderdirecteuren van deze scholen zijn overgeslagen terwijl zij wel hadden gesolliciteerd naar de functie van directeur. De BVL-voorzitter geeft aan dat het model van een managementteam niet gaat werken. Wanneer je in een bepaalde positie bent, dan wil je gaan doorgroeien, heb je carrière-mogelijkheden. We hebben er geen problemen mee. De mensen die nu zijn aangesteld als directeur, we hebben geen problemen met de mensen. Laat dat duidelijk zijn. En dat wil ik ook vooraf stellen. Het gaat om het principe. Wanneer je kader in huis hebt, is het gebruik dat je eerst kader van huis gaat kijken, binnenshuis gaat kijken, of er kader is, mensen die kunnen opschuiven. Als dat niet zo is, dan ga je mensen van buiten aantrekken. In dit geval zijn de OD's straal genegeerd. Straal genegeerd, voorbij gegaan aan alle expertise, alle werk dat ze hebben verzet op die scholen. De problemen op de VOJ en basisscholen zijn ook niet opgelost. Ik heb nog steeds geen antwoord gehad van de minister. Wat het actieparool nu inhoudt, is dat de docenten, zeker voor Lyceum 1, 2 en HAVO 2, zich morgen ook hier gaan aanmelden om 8 uur. We gaan de actie verscherpen. Om vanaf morgen, vanuit deze plaats, doe ik dan ook een oproep naar alle docenten van alle middelbare scholen om zich morgen aan te melden hier 8 uur en het actieparool van de bond te volgen. Als dit niet heeft mogen baten, dan zullen we er niet voor schromen om over te gaan om deze acties te verscherpen. Mangri zegt dat dit geen manier is van communiceren. Ook het directeurenberaad is het niet eens met de manier waarop de voordrachten zijn gedaan, benadrukt ze. Ook zij zijn van oordeel dat je eerst de mensen die binnen zijn huis zijn de kans moet geven om ook binnen hun carrière te kunnen groeien en carrière te kunnen maken. We moeten leren om in dit land ook kader te respecteren en niet mensen vanwege allerlei dingen gaan benoemen die niet daar thuis horen. Of vanwege enige affiniteit, of vanwege politieke invloeden. Dat soort dingen moeten we niet hebben. Absoluut niet. Mensen moeten op een eerlijke manier de kans krijgen om zich te profileren. Maar bij mij gaat het niet om de persoon die daar gaat zitten. Bij mij gaat het om het principe. Toch? Ik vecht niet tegen personen. Ik fight issues aan. En daar waar er onrecht is, ga je de bond altijd vinden. Of het nou gaat om een shopsteward, of het gaat om wie dan ook. Bij de bond gaat het erom dat het recht moet zegevieren. Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren, zei vanmorgen op een persconferentie aangegeven dat de bond in actie gaat. De persconferentie is gehouden in het gebouw van de BVL aan de Fred Derpystraat.